De regionale verkiezingen zorgen voor een heuse aardverschuiving op de banken van het Vlaams parlement. Om en bij de helft van alle parlementsleden zijn vernieuwd. Vanaf oktober start voor hen het echte werk. Actua TV wacht echter niet zo lang om hen aan u voor te stellen. Nieuwe Leeuwen leidt de nieuwe parlementsleden voor het eerst binnen in de plenaire zaal van het Vlaams parlement. Ik ben Ulla Werbroek, ik ben gehuwd met Dimitri Gempen, ik heb 3 kinderen. Maar vooral, ik ben laatst leden verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger voor Lijst de Dekker vanuit het verre West-Vlaanderen. Laten we even terugkeren naar de dag en de avond van de Vlaamse verkiezingen op 7 juni 2009. Hoe is die verlopen voor u? Goh, eigenlijk heel chaotisch, ik ga het zo zeggen. De eerste resultaten kwamen binnen. Die waren voor ons West-Vlaanderen waren die heel goed. Dus wij waren in euforische stemming, ik zal het zo zeggen. Wij hadden allemaal afgesproken in Gent. We zijn daar in Gent toegekomen, maar daar waren ook resultaten binnengekomen van Antwerpen. Die dan niet zo goed waren, die zelfs ronduit slecht waren. En dat was zo wat een kleine contradictie. En dat was zo van, naar gelang dat de avond verderde, vorderde, was voor mij zo van... Dit is niet wat ik nu wil meemaken. Ik wil in die winnende ploeg zitten. Ik ben een winnaar en ik ga er ook voor. En we hebben eigenlijk gezamenlijk met mensen van West-Vlaanderen gegroepeerd in een klein cafeetje in Moorsele. En we hebben daar eigenlijk gevierd met de vaten zijn rondgegaan. Dus het is eigenlijk heel goed begonnen. Dat was wel een mindere periode. Maar ja, wij zaten dan toch wel met de smile. Want ja, West-Vlaanderen deed het al wel goed. En ik in persoon dan ook. En dan was zoiets van, ja, we gaan apart en we gaan daar toch wel een feestje bouwen, want we willen niet afgerekend worden op het slechte resultaat van Antwerpen. En we hebben een feestje gebouwd met onze mensen van West-Vlaanderen en het was heel leuk. Wie hebt u als eerste verwittigd toen u wist dat u verkozen was tot Vlaams volksvertegenwoordiger? Wie heb ik als eerste gebeld? Ik heb er heel weinig gebeld. De meeste mensen hebben eigenlijk mij gebeld. Mijn telefoon stond roodgloeiend. Maar in de eerste plaats, de mensen die ik eigenlijk wilde bellen, waren bij mij. En die andere mensen heb ik eigenlijk laten wachten tot de dag erna. Dus ik heb eigenlijk niemand gebeld de dag van de verkiezingen. Lag het resultaat binnen uw persoonlijke verwachtingen? De vorige verkiezingen had ik een goede 11.000 stemmen. En nu ben ik geëindigd op bijna 13.000 stemmen. Dus voor mij is het toch wel een teken dat de mensen toch wel geloven in mij. Dus nee, voor mij was het echt... Het was eigenlijk meer dan mijn verwachtingen. Dus ik ben heel tevreden met mijn resultaat. Wat staat u te wachten als Vlaams volksvertegenwoordiger? En beseft u dit al? Ik heb 2 jaar federale achter de kiezen zitten. En voor mij, ik heb een zware leerschool gehad. Ik denk de voorbije 2 jaar is het heel politiek, heel onrustig geweest. Ik heb eigenlijk in die mallenmolen meegedraaid. Dus ik weet wat mij te verwachten staat. Maar hier is wel mijn commissies, hier zijn wel mijn... Waar ik mijn ideeën kan uiten. Ik zal het zo zeggen, op het federale niveau was ik... Ja, eerder erin gegooid zonder te beseffen waar ik al mee begon. Maar nu heb ik echt heel doelbewust gekozen van kijk, ik wil sport. Ik wil maken dat de jeugd terug op de goede rails komt. Dus ik wil meewerken aan dat beleid. En ik ben blij dat ik ook die kans gekregen heb van mijn partij. Politiek is soms een hard en meedogenloos beroep. Kan u hard genoeg zijn om het hier waar te maken? Wel, dat zal de toekomst uiteindelijk uitwijzen. Maar ik ben ervan overtuigd. Je kan niet lopen, ik zal het zo zeggen, voordat je kan stappen. En dat is ook in politiek zo. Dus ik heb 2 jaar nu echt mijn oren open gedaan en mijn ogen open gedaan. Vooral heel veel luisteren, weinig zeggen, omdat je dan kan afgerekend worden op dat je iets die niet juist is. Maar nu na 2 jaar weet ik het zeker van, kijk, ik kan het aan, ik weet het zeker, ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. En als ik bekijk naar 2 jaar geleden en nu heb ik een enorm grote sprong gemaakt en ik ben er zeker van, ik zal er staan. Op wat mogen de kiezers u afrekenen? Ik vind dat heel moeilijk is. Je kan moeilijk iemand afrekenen of op hetzelfde niveau gaan plaatsen als iemand die in de regering zit.
Dus wij zitten in de oppositie. Dus wij weten eigenlijk al voor, ik ga zeggen, voor 80% zeker dat alles wat wij indienen zal uitgeschakeld worden. Maar toch willen we proberen van een goed beleid samen met de minister te maken. En ik denk dat alle beetjes helpen, zoals het maar ietsje is in functie van de sport of in functie van het thema, dan zijn wij er blij voor. Maar mij afrekenen, ik denk, als je zegt binnen 5 jaar, die heeft haar mond nog niet open gedaan, of die is er nooit, dan mogen ze mij afrekenen. Beschrijf uw ambitie in het Vlaams parlement. Oh, mijn ambities. Als je kijkt in de heel de verre toekomst, zou ik zeggen van, ik zou nog ooit wel eens minister van sport willen worden. Maar ik denk dat je eerst terug naar hetzelfde systeem, je moet eerst leren wandelen voordat je leert lopen. Dus ik zou nu willen zeggen van, als ik zeg van, ik wil iets realiseren, ik zou heel graag een topsportexpertisecentrum laten bouwen om effectief de topsporters daar te laten rijpen, om naar internationaal niveaus te brengen. Want zoals we nu bezig zijn, enkel geld geven, dan gaat het niet. Je moet die mensen ondersteunen met de juiste kwaliteiten, met de juiste mensen. En dat is wel een project die misschien binnen 10, 20 jaar gaat naar boven komen. Maar dat zou voor mij het ultieme zijn dat ik kan presteren. Want ik heb ooit in topsport gezeten. Ik weet wat er misloopt en ik zou graag hebben dat dat opgevangen wordt. Maar er zijn nogthans ook nog andere zaken. We mogen ook niet de sport aan de basis gaan laten verdwijnen. Want daar is het eigenlijk, ja, daar zijn de fundamenten. En als dat niet goed gebouwd is, dan is de top ook niet goed. Dus we moeten gewoon maken een heel goed studie laten maken van het sportbeleid op zich. Maar natuurlijk, je hebt dan terug nog andere dingen. Ik doe niet alleen sport, ik ga ook toerisme gaan doen. Maar dan moet je ook terug van A tot Z keer gaan uitvloeien. Hoeveel tijd zal u spenderen aan uw job als Vlaams volksvertegenwoordiger? Is dat een fulltime job, zoals het voor de verkiezingen ook. Ik was ambtenaar bij Blozo, dus ik weet wat er gaande is binnen de sport. Dus binnen het beleid van sport. Ik heb topsporter geweest, dus ik heb dat heel veel expertise. Maar voor mij gaat het een fulltime job worden. Dus ik zal 3 tot 4 dagen hier in Brussel zijn en 1 dag dat ik thuis zal werken. Hoe zal u zichzelf evalueren of u goed bezig bent of niet? Ik denk dat de mensen dat wel gaan doen voor mij. Je moet altijd voor jezelf ook wel zeggen van, ben ik goed bezig? Ja, je dient wetsvoorstellen en hier zullen decreten zijn. En op het einde van de 5 jaar ga je wel afgerekend worden door je partij van waar zal je staan. En dan ook op de tweede plaats de mensen, want zij zijn nog altijd de kiezers die beslissen waar je zal staan. Dus ik denk dat de mensen het wel goed zullen doen, want die hebben altijd gelijk.